Giovanni van Zwam, 0-1 is denk ik als verdediger de lekkerste die je kan hebben. Ja, zeker. Vooral als je kijkt naar de wedstrijd, hoe we alles tegenhouden achterin. Ja, geweldig gevoel. Hoe was het voor jullie om de hele wedstrijd toch wel een beetje onder druk te staan? Zwaar, zwaar. Maar ik denk dat we het als team goed compact hebben gehouden. Goede coaching met elkaar en dan zie je dat je gewoon de overwinning eruit sleept. Want het was best wel een jonge achterhoede. Zeker, zeker. Ik stond met Marcus centraal achterin. Ik heb hem 2-3 jaar in de jeugd gespeeld. Als je dit nu in de eerste helft kan, ja, geweldig. Helpt dat dan nog mee dat je elkaar vanuit de jeugd al wel goed kent? Ja, zeker. We praten al veel tijdens de training. We zaten stiekem al tegen elkaar te zeggen van we moeten samen in het eerst spelen. En als je dan dat dit gebeurt, ja, top. Was het voor jou nog heel erg wennen dat je ineens nu na 2 weken weer een compleet nieuwe achterhoede om je heen hebt staan? Ja en nee, vooral omdat ik de jongen, ja, je praat veel met die jongens, je traint met ze, dus ja, eigenlijk maakt het niet uit wie er speelt. Als je goed met elkaar praat, dan zie je wat je neer kan zetten. Even voor jou persoonlijk, je bent best een voetballende verdediger volgens mij. Was dat vanavond nog erg moeilijk om dat voor elkaar te krijgen? Ja, zeker. VV zette hoog druk. In het begin, de eerste 20, 30 minuten, zag je dat we best wel de overhand hadden, de controle, dat we gingen voetballen. Later gingen ze dat wat beter doen. Ja, dan zie je dat wij veel lange ballen moeten spelen en ja, dan komen hun ook tot kansen. Dus dan kom je toch wat minder aan het voetballen, ga je veel lange ballen spelen. Ja, dat is niet anders. Ja, dat is gewoon even schakelen dan natuurlijk. Ja, zeker, is even schakelen, maar ja, we hebben het goed gedaan. Maakt het allemaal niet zoveel uit, of wel? Nee, maakt niet uit. Is goed. Hoe ga je nou verder die reizende bussen dadelijk doen? Ja, wel vervelend. Net in de kleedkamer al even gezongen met z'n allen. Ja, en de bus gaat wel verder, denk ik. Wie zit aan de box? Ik moest aan de box, normaal ben ik niet zo van de DJ, maar ik moest Nederlandstalig opzetten. En Andy Visser, die ging los. En die kan ik ook nog een potje zingen, of niet? Ja, die kan zingen hoor. Op de tafel stond hij. Ja, mooi.